Hallo iedereen, welkom bij weer een nieuwe Startlevel video en deze video wordt een stuk leuker dan de afgelopen video's die ik met jullie heb geüpload. Nou, jullie hebben hem gisteren natuurlijk al wel een beetje gezien, maar ik wil jullie graag even aan iemand voorstellen. Ik loop er nu naartoe. Kijk, hier hebben we natuurlijk mijn lieve Phoenix, hè? Mijn kerel. Hij kijkt me heel boos aan. En hier staat Beer! Hier is mijn paard, mijn IJslander. Oh, het is toch echt fantastisch lief, jongens. Kijk hem dan. Dat koppie. Ja, ik vind hem echt heel erg leuk. Kijk ook hoe hij beweegt. Oh! Oh, ja. Ik vind hem echt ontzettend leuk. En ik kan het niet anders zeggen dan dat ik hem echt geweldig vind. En hij maakt heel veel geluid. Kijk dan. Dan kan ik de telgang in... De telgang kan ik nog niet. De tiltal wel. Maar ik ben ook verhuisd. Ik woonde namelijk op de boerderij van Steve. En mijn zusje vroeg me... Waarom heb je dit gedaan? Omdat het kan. En ik heb vandaag weer heel veel leuke missies voor jullie klaarstaan. Of tenminste, dat gaan we proberen. Volgens mij rij ik net langs de eerste. Ja. Oh, hij galoppeert zo leuk, jongens. Ja, hier, kijk. Ja, hier zag ik gisteren al wat uitroepteken. Maar gisteravond was het avond, dus toen heb ik het gemist. Kijk, hier. Hallo Brooklyn, heb je eten om te lanceren? Oh, je kan toch al? Zou je het eten willen proberen en kijken hoe het gaat? Nee. We doen het maar gewoon. Hij loopt! Ho! Ho! Oké. Okay. Dus dit is vooruit. Dit is achteruit. Stappen. Oh, ja. Ja, 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 ja. Ik heb het door! En wel terug, terug. Iets is terug. En eraf, kerel. Oeh, dit is net zo'n Star Stable Horses, weet je wel? Oh, dit is toch leuk. Oké. Okay. Ja. Ja, ik kan gewoon lanceren, jongens. Ik heb het door. Gaan we nu dan galopperen? Gaan we nu galopperen? Oh. Ja, goed zo. Maar kijk hoe leuk die draaft, jongens. Ik vind hem echt zo cute. Maar hij is ook echt heel erg luidruchtig. Hoppa! En daar is hij weer terug in de groene cirkel. Oh, liefje. Kijk ook gewoon hoe die loopt, jongens. Het is toch echt adorable. Oh, en ik kan mijn paard ook even eigenlijk wat zeggen. Oké. Okay. Hij is vandaag heel erg prikkelbaar. Oh. Ach, godziel, hè. Oh! Nou ja, jongens, kijk dan. Hij kan ook meteen de levels weer omhoog. Hoppa. Jeet. Oh ja, dat vind ik ook heel erg leuk aan hem. Kijk. Als je dan redt, gaat zijn manen helemaal mee. Die zwieren helemaal in de lucht. Waar was dat vrouwtje van net? Oh, daar is ze. Als ik er niet ben, de spullen die je nodig hebt, vind je op het bord achter mij. Oh, dus je kan nu gewoon letterlijk je paard... Oh, oké, okay, dat is op zich wel handig. Maar we zijn nog niet klaar voor vandaag, want ik wil namelijk even naar het Hollebos. Het nieuwste gebied van Star Stable. Dus ik ga nu even het Hollebos opzoeken. Volgens mij kan het niet met de trailer heen, of wel? Nee, ja, dus dan moet je wel eventjes... Kijk, neem even de tijd, jongens, om even naar hem te kijken, oké? Okay? I am still afraid of the dark. Genomen? Mooi. Dan zie ik jullie bij het Hollebos. Dus hoor ze hoeven. Gaan we eventjes? Oké. Okay. Het is toch net een film, dit geluid. Want dit is toch heerlijk? I love it. Oké, okay. Nu geen ASMR meer.
Is dit het al? Dit is het al. We zijn er! Oh, het is helemaal mistig. Ja hoor jongens, we zijn er in het Hollebos. Het gebied waar ik eigenlijk al best wel vaak ben geweest nu. Oh, paard, want ik heb vanmorgen en gisteravond natuurlijk ook nog even lekker Star Stable gespeeld. Maar echt jongens, ik weet dat dit inmiddels een heel oud plekje is. Nou, heel oud. En dat heel veel van jullie het waarschijnlijk al gewoon hebben gezien. Maar toch moet ik even de tijd nemen om er naar te kijken op de rug van mijn mooie IJslander. Je kan zo dus, ja, dan kan je doorheen en dan zakt hij in de grond. Gisteren heb ik hier alvast, oh. Wat? Wat hebben we? Oh, dit. Dit is het stenen. Oh, moet je dat dan volgen? Gaan we dat gewoon volgen, jongens? Ja, gaan we volgen. We hebben een boom op de weg. Jeet. Kijk hoe die springt. Zwelt iedere keer dat ik hem zie. Ik ben het bos weer uit. Dat is precies niet de bedoeling. Ga terug. Ja, oh, oh. Ik dacht dat je er wel doorheen kon lopen, want het kan soms wel vaker, weet je. Ja, ja, kijk. We zitten in de tilt. Ik vind het zo leuk. Het verschil met de tilt en de telgang is eigenlijk niet heel groot. Oh, huh? Wacht. Er vloog wat uit dat ding. Wat is dat? Zaadjes. Een verzameling wilde zaadjes uit het Hollebos. Je kunt ze in gemeenschappelijke tuin in wilde gebruiken om planten te kweken die nodig zijn voor ambachtelijke Oh! Nou, blijkbaar zijn die hopen bladeren belangrijker dan ik dacht. Dus als je een hoop bladeren ziet, er kan een zaadje in zitten. Wat is dat? Wat is... Wat? Het zijn stenen volgens mij. Zijn die zetten stenen? Dan kan ik ze aanraken. Kan ik er doorheen? Ik kan er wel gewoon doorheen lopen. Alles in dit bos is zo raar. Oh, daar is ook echt zo'n ruïne. Als het goed is of zo. We hebben in Sasebo wel meerdere van dit soort dingen hoor. Dus het is nou niet dat deze heel erg nieuw is, maar... Het geluid. Wauw. Oh... Dit is hier echt zo mooi. Oh, dat geluid. Oh, 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 beer. Beer, oké. Okay. Maar dat geluid van beer ook maakt met zijn hoeven. Oh, lekker door het water. Waterval. Oh, wacht, wacht. Voordat we gaan sliden, hebben we naar de waterglijbaan. Wil ik eerst even een stuk proberen. Ja, ja, ja. Pak hem. Ja, ja, ik heb hem. Yeah. Ik heb nummer 2. Daar is nog een hoopje blad. Oh, hier komt niks uit. Op zich logisch, anders zou het wel heel makkelijk zijn om al die zaakjes er maar te vinden. Uh-oh, gaan we het overleven? Yeah! Oh. Nope, we hebben het niet overleefd. Nou ja, ik kan er dus niet vanaf. Dit is best wel diep. In ieder geval dat stukje daar zo. Hij stijgt ook zo leuk. Kijk dan. Hij stijgt zo schattig. Ik ben echt hartstikke verliefd op deze kerel. Ik heb wel nog maar 190 starcoins over. Die was een beetje duur. Maar het... wat is dat? Oh, gewoon planten. Of zo. Ja, het zijn gewoon planten. Zeebi of zo. Maar ik kwam hier naar het Hollebos om missies te gaan doen. Dus ik ben eigenlijk wel benieuwd of er nog wat missies te doen zijn in het Hollebos. Wat ben ik nu dan niet kies in het bos, of wel? Huh? Ik snap het niet meer. Het is wel gewoon het Hollebos, toch jongens? Meisjes, non-binaire, transgenders. Het is wel gewoon van het bos. Oh, daar was een mens. Maar die heeft niks te zeggen. Oh, er staat een race bij. Of is dit gewoon een speler? Kan ik erop drukken? Ja, maar er gebeurt niks. Dus volgens mij is het niet gewoon een speler. Kan je hier racen? Of staat ze hier gewoon? Oh, het is waarschijnlijk nog zo'n race die je dan nog moet vrijspelen. Oh.
Maar hoe ziet het bos er dan uit als het avond is? Wauw! Oh ja, dit is eigenlijk best wel spooky, maar ook mysterieus of zo. Een beetje sprookjesachtig. Huh, wat is dat? Ik zag daar wat zwart. Zagen jullie het ook? Wat is dat? Hadaba! Ja, het is gewoon een boomstam. Oeh! Geen zaad. Ho, 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 beer, oké. Oh, die muziek. Wow, dat water geeft licht! Hè? Oh. Laat maar, het zijn eigenlijk gewoon. Ja, maar het is gewoon wel stoom vooral. Nou, ik ga eens op zoek naar een missie in dit prachtige mooie bos en dan zie ik jullie dadelijk weer. Misschien schijnt het trouwens licht, misschien is dat een missie. Ik crash ergens tegenaan. Ja, er zijn hier wel races. Oh, of niet? Oké, leuk. Niks aan niks. Niks te doen. Maar jouw stable heeft hier wel echt heel veel werk aan besteed hoor. Dat weet ik nog wel van mijn vorige account, hè. Dat ze toen... Oh, dat is gewoon een ruiter met een paard. Ik dacht ik had een of ander eng beestje aan. Maar zeg maar, ik merkte wel op mijn oude jouw stable account dat ze toen een hele lange tijd... Ja, eigenlijk ook nauwelijks missies online kwamen. Nou ja, dan is het waarschijnlijk wel de reden geweest. Er staan hier hekken. Dat betekent vaak iets dat er mensen in die buurt zijn ofzo. Ik ga even dus op zoek naar mensen. Sir Sable, als je dit leest of hoort, geweldig werk geleverd. Echt, dit bos is zo mooi. Ja, maar ik ben hier echt al een hele lange tijd aan het zoeken hoor. En ik heb hier ook nog steeds geen missies gevonden. Dus ik denk dat er wel geen missies meer zijn in het bos, of ik ben hier gewoon verdwaald. Volgens mij ben ik gewoon verdwaald. Ja. Yeah. Vogel! Het is een vogelhuisje. Hey! Die vogel die heet Birdie. Oh, hey! Maar die vogel die ken ik wel. Die is van het meisje met die luchtballon. Die heet Birdie. Ik ken een pony, die heet ook zo. Heet het filmpje trouwens? Oh ja, daar ben ik. Hoe keer is dat? Wat is dit? Is weer niks. Ja. Ga wel weer even lekker door het water. Wow, lichtgevende bloemen. Vet. Maar er is eigenlijk heel weinig te doen nu. Hé hey jongens, kijk daar! Ik zie een pijltje! Help! Mijn paard! Oh ja! Er zit een uitroepteken op de map! En nu heb ik hem gevonden, dus ik ga er even naartoe rijden! Oh, er zijn er nog meer! Ik ga naar de dichtstbijzijnde, zie jullie later! We zijn er!
Oh ja. Ja, maar dit ken ik nu wel. Oh, ik crash zo letterlijk tegen een boom. Steen. Oh ja, maar dit herken ik wel. Dit is met de zwevende druïden. We beginnen met de studierichting van maken. Oh ja, korte bijsluiting. Ik was gisteravond begonnen met deze missie. Heb hem niet afgemaakt omdat ik wist dat ik hem vandaag af zou maken. Begin je ontdekkingstocht naar het werk van de druïden. Zo! De moedersteen. Oké. Ik weet niet wat ik nu moet doen. Oké. Ik heb wat gekregen, I guess. Oh, ik moet vuurvliegjes vangen, denk ik. Een ding volgens de legende dat ze naar het eiland bracht. Alright. Dus wat moet ik nu doen? Sunbeam, kunt u mij alsjeblieft. Oh, we gaan verder in het bos op zoek naar vuurvliegjes. Dus nu kunnen we. Zijn dat vuurvliegjes? Oh, dit is makkelijk. Maar dit is dus een uitdaging. Oh, tenzij je tegen een steen botst. Hij ging weg. Hij kwam terug voor mij. Hij houdt van mij. Oh, wait. Oh, daar is nog één. Ik moet iets te snel gaan. Beer is toch niet zo heel erg behendig? Dat is ook niet iets dat mijn IJslander hoort, tegen ze zien. Fun fact: mijn zusje speelt nu dus ook Star Stable. En zij is op dezelfde dag als ik gisteravond ook Star Rider geworden. Speel jij ook met je familie, zeg maar, Star Stable? Heeft een familielid van jou ook Star Stable? Laat het even weten in de comments. Dan zullen we eens kijken. Ik heb het trouwens al af. Laat ze twee pakken. Daar is die klein. Nu nog de laatste. Die is daar. Of daar. Of daar. Ik ga voor deze. Joepie! Oh ja, de sliding, die heb ik nog helemaal niet aan jullie laten zien. Oh. Lekker bezig, beer. Oh, kereltje, zit je vast? Ja, ik zit vast. Kijk. Wauw. Hij maakt wel echt een hele coole sliding. Hallo. Haha, ik heb een band met alles en iedereen. Je reis is net begonnen. Dat geeft me een beetje Pokémon reizen vibes. Kennen jullie dat? Communiceren met het holle bos. Oh crap. Kan je dan gewoon permanent, zeg maar, van die vuurvliegdingetjes verzamelen. Ze zijn namelijk nog wel. Sorry, beer. Oh ja. Je kan ze echt wel onbeperkt, zeg maar, verzamelen. En dan omruilen bij de steen voor weet ik veel. Heeft jullie nog de kerstupdate van vorig jaar? Uh-oh. Ja, maar dit gaat mijn paard toch nooit halen. Ja, nee, ja, dat dacht ik zo. We moeten eens naar de overkant. Daar. Daar kan het misschien. Nee, daar kan het niet. Even naar de overkant zien te gaan. Oh ja, hier! Oh, hè? Bibi. Hey, geitje.
Alright. Huh? Zien jullie dat? Ja, we gaan eerst hier kijken. Oh. Er is licht. Dat leidt ons ergens heen. Het is weg. Het is een vliegende lamp. Oké, was het weer? Wauw, het is regenboog. Wat is dit? Nou, het zijn hier wel gewoon weer vuurvliegjes. Het is een beetje raar. Sorry paard dat ik je zo vaak laat slijden. Dat is helemaal niet goed voor je benen. Zou dat dan misschien van de eenhoorn zijn of zo? Hier, dit. Wat de? Oké. Okay. Het is heel raar. Maar ik denk ook niet dat ik nu zelfs zeg maar tijd heb om één hoorn te vangen. Volgens mij kan je dan... Maar ik was al gebleven bij mijn kerstverhaal. Ja. Vorig jaar kerst op Star Sable. Toen kon je dus zeg maar ook... altijd wel van die ijsscherf of zo dingen te vangen. Die kon je dan ook inruilen voor iets. Maar ik denk niet dat je hier dan gratis tijd van krijgt. Maar het is wel leuk om ze te verzamelen. Jeet, hoeveel heb ik er nu eigenlijk al? 28. Zo. Oh, Ruiter. Dat is niet de eenhoorn waar we naar op zoek waren. Waarschijnlijk. Ho, 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 ho. Yeah. En vorige week vrijdag heb ik niet paard gereden. Omdat ik wat problemen had. En daarom was er ook geen post online gekomen. Dat het probleem is. Nu moet ik eigenlijk wel weer terug naar de overkant. Oh ja, hier. Ja. Ja, kijk. Zie je naar de brug. Ik hoop dat ik nog goed ga. Ik mag er wel een speciale connectie hebben met het bos, maar daar kan wel heet het in verdwaald. Oh, een bij. 35. Wow. Oh, die hoeven. Oh, dat is heel satisfying. Hoor dit. Let op. Ah. Lekker geluidje weer. Oh. Strafpunten. Hey, ja, hier. Hier waren we. Weer dat. Wat rare. Wat? Hij verdwijnt. Ik snap dit niet. Ik snap dit oprecht niet. Dit bos is te strange. Wat is die berg ook daar? Elsa, Frozen. Hier, kijk, een andere ruiter. Hé, hey, dat is mijn clublid. Hallo. Ja, wij zitten bij elkaar in de club. En ja, 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 gewonnen. Joehoe. En dan gaan we nu mijn middels heel veel dingetjes. 50? Oh, oké. Okay. Ik moet het nog meer vinden. Maar voor nu zou ik het weer even pauzeren, want er is hier niet echt nog wat te doen. Ik hoop dat jullie dit een hele leuke video vonden. Ik vond het een beetje chaotisch. Maar het gaat dus nog veel chaotischer worden de komende tijd. Dus zorg er ook zeker voor. Ik ga nu weer ook veel meer uploaden over Star Sable. Dus, mijn paard is gaan zeggen. Oh, hij is geschrokken. Aww. Are you scared, boy? Nou ja, ik kan wel geruststellen. Kijk. Aww. Maar is er dus nog iets wat je wil weten? Laat het dan zeker weten. Dan zie ik jullie later weer. Ook namens mij en Beer. Later.